Maar ja, fuck it! Yo, beste kijkers, veel gevraagd, hier ben ik weer met een nieuwe video. En vandaag heb ik een super vette troll voor jullie. Dit is troll 99 alweer, het is bijna de 100ste troll. Voordat deze troll begint wil ik je even wat vragen en ik wil even de troll uitleggen. Eerst wil ik jullie even vragen om allemaal even een duimpje omhoog te doen. En hier beneden in de comments even een troll te bedenken die we voor troll 100 moeten we gaan doen. Wees zo creatief mogelijk, probeer iets te verzinnen wat wij nog niet gedaan hebben. En als je dan wel iets hebt wat wij gedaan hebben, zorg er dan voor dat het net wat anders is. Nou, dan even een stukje uitleg over deze troll. Deze troll gaan we doen op iemand van onze stafleden. Zoals jullie weten ben ik een keer getrold door onze stafleden. En dit was een beetje een soort van payback. Nou, wat was er gebeurd? Dit staflid wilde wat kopen op onze Beucraft. Linkje in de beschrijving voor het geval je wil weten wat onze Beucraft is. En toen hij had betaald kreeg hij een aantal foutmeldingen. Nou, het gebeurt wel vaker. Maar ja, hij was natuurlijk een beetje van what the fuck. En wij hebben hem even gezegd dat het fraude was. Ik ga voor de rest niks meer vertellen over de troll, maar wat ik jullie nog wel even ga vertellen is dat het echt een super harde troll is. We hebben niet vaak zo'n harde troll gehaald als deze. Dus als je het zielig vindt, we weten het. Het was ook best zielig, maar het is gewoon fucking hard gelukt. Laat me zo zeggen. Oké, jongens, veel kijkplezier. Yo, Lars. Yo. Ik hoorde dat er wat oneenigheid was. Ja. Ja? Drie kwartier geleden had ik op de bike geüpgrade van Iron naar Gold. En ja, het zei op de bike dat het 10 tot 15 minuten zou duren, maar dan zijn die doorgevoerd. Ja, ik kreeg het door en ik heb even onderzoek uitgedaan. Het lijkt gewoon straight door de mand vallen. Ik kijk nu naar Beucraft en ja? We zijn geblokt nu van Beucraft. Ik kan niet meer op mijn account. Oh. Dus wat heb je gedaan? Ik heb een mailtje gekregen dat er fraude is gepleegd, waardoor we 2 weken lang zijn geblokt van Beucraft. Ik heb geen fraude gedaan, want ik heb mijn bonnetjes van mijn PC-kaart gewoon naast me liggen. Die heb ik vanochtend gehaald. Ja. En ik heb allemaal screens nu gemaakt van, dat ik gewoon bewijs heb, ik kan ze even doorsturen. Ook, ja, maar Lars, je weet ook dat wij heel veel screens binnenkrijgen en dat het allemaal gewoon fake screenshots zijn, hè? Dit is gewoon, dit heb ik zelf net gemaakt. Dus ja, dat zeggen die mensen ook. Die zeggen ja, ik heb het net gemaakt, maar ondertussen is het met element inspecteren of whatever, een of ander programmaatje waarmee ze het gewoon kunnen veranderen. En ja, daarmee wordt nou eenmaal heel veel fraude gepleegd. En we hebben al een aantal waarschuwingen gehad van Beucraft. Kort gezegd, we hebben te veel waarschuwingen gehad en nu is onze eerste officiële waarschuwing, zeg maar. Ja. In totaal, het werkt dus in principe hetzelfde als YouTube. Na 3 officiële waarschuwingen mag je nooit meer Beucraft gebruiken. Hm. En nu zitten we met de gebakken peren, want wij kunnen nu gewoon 2 weken lang geen Beucraft gebruiken. Door dit incident. We hebben 2 weken lang gewoon verliezen we omzet. Maar het komt er kort op neer. Wij kunnen nu niet meer inloggen. We hebben geen access. Maar volgens mij heb je gewoon fraude lopen plegen. Je mag ook gewoon eerlijk zijn, Lars. Ik ben 100% eerlijk. Ik geloof echt niet. Nee, eerlijk. Waarom krijgen we dit dan? Waarom heb je dan opeens een foutmelding? Dat heeft niemand anders die het normaal afrekent. Dat weet ik ook niet. Maar je weet zeker dat je geen toevallig geen bonnetje hebt gestolen die als gestolen is gemarkeerd bij zo'n PC-kaartje bijvoorbeeld. Nee, ik heb vanochtend zelf nog gepint om uit de automaat voor 10 euro nog. Ik had er gewoon gespaard voor je upgraden. En dan komt dit, vind ik wel een beetje raar. Nou, dat upgraden komt er natuurlijk niet meer van, want wij kunnen nu 2 weken lang niks. Ja, gewoon. We kunnen nu niks. Simple as that. Dat is het fucked up. Ik had het ook niet verwacht, sowieso van een staflid. Had ik niet verwacht. Nee, ik denk dat we niks anders kunnen doen dan het gemiddelde berekenen wat we in 2 weken tijd zouden. Zou binnenkomen en dan een factuur schrijven en dat naar je ouders sturen. Ik denk dat dat het enige is wat we kunnen doen. Nou, we kunnen er niks anders van maken, Lars. Oh, oké. Want bij ons moeten de inkomsten ook binnen blijven komen. Ja. Nee, maar snap je dat? Ja, ik begrijp het, ja. Dit is gewoon raar, ja. PS7-kaart zelf, doorgevoerd. Nee, maar heb je ook geen spijt of zo? Nee, ik weet niet wat er aan de hand is. Dat het zo raar doet. Nee, maar... Want ik doe meestal... via PS7-kaart en normaal wordt het gewoon doorgevoerd. Ja, maar waarschijnlijk heb je een maniertje gevonden waardoor je het dag gratis te kunnen krijgen of zo. Nee. I don't know. Dat is weer. Je hoort me nu aan mijn stem ook een beetje. Ik weet niet wat er aan de hand is.
We kunnen nu failliet gaan met ons bedrijf. Ja, maar... Ja. Ik denk dat we failliet gaan zo. Dit is fucking kut. Dit is heel erg kut gewoon. Simple as that. Ik zit gewoon met een brok in mijn keel eigenlijk nu. Weet je, fuck it! Nou, Leon is natuurlijk hartstikke pissed en dat snap ik ook. Ik ben ook hartstikke pissed. Dat snap jij toch ook, Lars? Ja, ja. Hij heeft het. Hij, Ja, nee, dit is natuurlijk fucking kut. Waarom de fuck moet het ons Leon, gebeuren, Matthijs? What the fuck? Godverdomme. Ja, dat is Matthijs. Sorry. Wow, echt geen zin. Nee, ik snap dat je boos bent, Dion. God, Jezus. Dat is ook terecht, is ook terecht. I mean, like, we hebben net al deze shit, we dachten alles goed voor elkaar te hebben. Ja, komt Lars. Ik weet het gewoon niet meer. Ja, Ga anders maar even weg, Dion, van naar beneden of zo. Ik ben even weg, sorry. Dion is nu even weg. Ja, die heb je dus ook aan het huilen gemaakt. Wat moeten we nu dan gaan doen? Ik zit nu helemaal te shaken ook. Ja! Dat hebben we net denk ik gezegd. We gaan gewoon een factuur sturen. En die gaat naar je huis. Want wij moeten ook leven. En dat kan nu niet meer door jou. Dat begrijp je, hè? Ja. Dus wij zijn gewoon nu de Sjaak. Weet je hoe emotioneel Dion hierdoor is? Wacht even. Hoeveel maanden zijn het? Hoeveel maanden moet ik dan... Ja, 500 is... 50 maanden. Okay. Ja, dat kan. Dan moet je het van hemzelf naar mij sturen. Ouders zal mad worden als ze. Sorry, je microfoon staat zo irritant ingesteld dat ik de helft van je zin niet kan horen. Kun je die misschien iets anders instellen? Ja, dat mijn ouders gewoon mad worden als ze dit horen zo. Daar heb ik eigenlijk gewoon geen zin in. Dus ik kan wel 150 maanden gaan dingen geld geven aan jullie. Of moet het in één keer. Nee. Echt zeker dat ijs. Ik weet niet wat ik moet doen. Nou, ik kom gelukkig met het verlossende nieuws dat dit allemaal een troll is. Oh, ik vind het zo zielig voor je. Ja, waarom? Ik vind het kut. Ik moet nu zeggen dat het een troll is. Ik begon het echt kut voor je te vinden, Lars. Het is een troll. Oh, gelukkig. Holy shit. Daarom, ik moest vertellen dat het een troll was. Holy ik kon shit. Natuurlijk nog veel verder gaan, maar dat kon ik niet doen. Sorry, Lars. Geeft niks. Sorry, Lars. Holy shit. Ja, jij had ook meegeholpen aan de trollen op mij, bij 1 april. Dus ook een payback voor jou, meneertje. Hey, maar kan ik goed acteren of kan ik goed acteren? Ja, je kan goed acteren. Ik vond het echt kut. Ik dacht, er gaat die achterkomen. Dan wil je nog wat zeggen tegen de kijkers? Te veel gevraagd? Abonneer op Te Veel Gevraagd tot de 100.000. Hopen we dat Jongens, ik hoop dat jullie leuk hebben gevonden. Maar daar heb jij nog wat te zeggen? Niks meer te vertellen, helemaal goed. Jongens, hoeveel likes moeten we gaan? Dat mag Lars bepalen. 5000. 5000 likes. Jongens, kunnen we de 5000 likes halen? Ik zou het super, super tof vinden. Als jullie deze video leuk vonden, drop dan ook eventjes een like. Dat zou ik ook super vet vinden. En deel hem ook met al je vrienden. Volg Matthijs en mij even op Instagram. Linkjes zullen in de beschrijving staan. En tot de volgende keer. Peace out. We'll live as one family in a sweet harmony.